Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik heb weer het een en ander voor jullie klaar liggen en ik ga even wachten totdat er wat kijkers zijn en dan gaan we weer een gezellig middagje aan het knutselen. Vanmiddag gaan we aan de slag met een leuke standsmal van Studio Light en met de Janine's Mindful Art collectie. En wat we precies gaan maken, nou ja, dat weet ik nog niet. Misschien wordt het 1 creatie, misschien worden het 2 creaties. Ligt een beetje aan de tijd hoe snel ik aan het knutselen ga vanmiddag. Op zich, het modelletje is niet zo heel erg moeilijk en hij is ook al wel vaker voorbij gekomen. Maar ik wil hem gewoon weer een beetje op mijn eigen stijl aan gaan kleden. En ik heb eigenlijk al langere tijd weer niks gedaan met mijn eigen Mindful collectie. En ik denk dat wordt toch echt wel weer tijd. Dus we gaan er een gezellige knutselmiddag van maken. Ik ben benieuwd of jullie ook lekker aan het knutselen zijn. Of het weer bij jullie nog goed is. Het begon hier net al een klein beetje te rommelen en te regenen. Ik was net op tijd binnen. Dus ik ben zo goed als droog overgekomen. Nou, wat gaan we vanavond doen? Och, vanavond voor mij is het is nog maar middag. Ik ga aan de slag met deze mal en dat is de SLESCD14. Dat is een zogenaamde stepperkaart. Nou, in principe kan je een stepperkaart ook zelf helemaal uitstansen of uitsnijden. Maar dan heb je natuurlijk niet dat leuke geschulpte randje. Deze heeft een leuk geschulpt randje en het is de bedoeling dat ik deze in elkaar ga plakken. Nou, ik heb hem dus uitgestanst. De grootste basis, die heb ik uit wit Florant kaartstok gedaan. Ik zie ondertussen een vraag van Margriet Hendricks hoe groot de kaart wordt. Nou, dan zou ik zo een liniaal willen pakken. En hij zit niet op mijn vaste plek. Oh, wacht. Ik heb hier nog een andere liniaal. Daar kan ik ook mee meten. Hij is gevouwen. Even kijken. 14 bij 10 centimeter. 10 bij 14. Dus het is een leuk formaatje. De basis heb ik uit Florence wit gedaan. Dan heb ik een klein gedeelte, zoals deze basisvelletjes, heb ik uit de Florence en dan de kleur Hyacinth gedaan. Helaas is die kleur momenteel niet leverbaar. En de rest heb ik uit designpapier gedaan. En ik heb hiervoor gebruikt het grote paperpad van 20,5 bij 20,5. En dat is de PPJMA11. Dus ik heb het 20,5 paperpad gebruikt. Je kunt deze ook wel met het kleinere paperpad van 15 bij 15 doen. Maar ik wilde ook eigenlijk nog een keer een slimline hiermee maken. En vandaar dat ik nu ook de grote gepakt heb. Nou, de eerste basis is gewoon in elkaar plakken en allerlei gedeeltes uitstansen. Nou, het stanswerk heb ik alvast gedaan. Want anders zijn we gewoon heel lang aan het stansen. En dat vind ik gewoon zonde. Dan krijg ik sowieso geen 2 creaties klaar. Ik heb van allerlei extra elementjes erbij gedaan. Ik heb even alles met paperclipjes vast gedaan. Zodat ik straks weet waar alles zit. Of in ieder geval dat ik het niet kwijtraakte, laten we zo zeggen. Dit gedeelte moet op de voorkant komen. Nou, er zitten kleine elementjes bij om de vierkantjes uit te stansen. Oh, dit is niet slim gedaan, Janine. Kijk, zie je, ik heb het gisteravond in de gesso gezet. En daarna alles er weer op gedaan. En nu zit hij hier nog een beetje vast. Even heel voorzichtig losmaken. Zo. Dan moet ik even dat kleine stukje wegknippen. Dat is een klein stukje papier wat voorzien is van gesso. Want
Dat is niet mooi anders. Nou, zo zie je wel. Ja, dan wil je nog even snel wat voorbereiden. En dat is niet altijd slim om het dan niet goed te laten drogen. Maar ja, goed. Zijn ergere dingen toch? Kijk, zo heb je dan bijvoorbeeld die steppenkaart. En aan de achterkant kan je dan ook nog wat designpapier doen. Ik heb alleen designpapier gedaan. Je kan er ook nog een plaatje op doen. Misschien doe ik dat nog. Maar in principe hoeft het niet. En dan kan je hier kan je dus je tekst eigenlijk doen. Ik ga ook maar gelijk beginnen om de achterkant vast te plakken. Dus hiervoor heb ik de kleur Hyacinth gebruikt. Van de Florence. Maar goed, er zijn ook nog wel alternatieve merken met ander designpapier. Of je kan die nieuwe paperpads van Studio Light pakken met de Uni kleurtjes. Daar zit vast ook wel een leuk bijpassend kleurtje in. Deze gaat erop. En deze gaat erop. Dan is de achterkant in ieder geval al klaar. Kijk, en als je dit een beetje voorbewerkt, dan ben je in principe zo klaar. En zo kun je lekker in etappes ook creaties maken. Ik vind dat vaak wel ideaal. En ik heb ook gelijk weer twee creaties. Dus als het lukt, maken we er twee. Want ik wil mijzelf dat een klein beetje aan gaan wennen, dat ik weer even een beetje speed ga maken met mijn projecten. Nu bedacht ik zojuist, want ik had voor een andere creatie had ik een hele leuke halve doily. En die past denk ik ook wel heel leuk op deze creatie. Dat we toch hier bovenaan nog even wat op gaan plakken. Kijk, het is toch wel weer leuk. Even kijken, die erop en misschien een klein vlindertje of zo hebben we dat ook nog. Of een klein bloemetje. Dit zijn de die-cut boekjes, ook uit de Time to Relax collectie. En daar zou je eventueel nog weer wat leuks uit kunnen zoeken. Even kijken of daar ook nog een ander leuk bloemetje bij zit. We kunnen ook onderaan in het hoekje nog een klein bloemetje doen. Maar ja, het is in principe de achterkant, dus daar denk ik, daar hoeft van mij nooit zo heel veel op. Nou, dat vind ik... Nee, vind ik niet nodig. Ga ik niet doen. Ik ga alleen die doily erop doen. Even een klein beetje gesso erop. Ja, dit malletje is wel weer ontzettend leuk. Steppenkaart zijn natuurlijk niet helemaal funny. Dus die moeten we even uitdoen. Want dan stoort wellicht de live eventjes. We zijn gewoon even niet bereikbaar vanmiddag. Vanmiddag hebben we knutselmiddag. Nou, kijk, zo heb je de achterkant al klaar. Nou, je kan dit zelfs ook nog als voorkant gaan gebruiken als je wilt, wat jij wilt. Dan zitten er die hele kleine vierkantjes er ook bij. Zijn ook uit het designpapier uitgestanst. Die ga ik ook even opplakken. Er zit geen matlaagje bij, want anders dan werd het middelste standje eigenlijk te klein. Dan is het bijna niet meer te doen. Dus vandaar dat daar geen matlaagje onder zit. Maar ik vind het niet erg dat dit gewoon alleen uit designpapier is. Vind je het wel een probleem, dan kun je eventueel zelf nog een klein matlaagje eronder gaan maken. Aan de zijkant... Moet ik even kijken. Als het goed is, moest ik twee van die strookjes hebben. Ja, hier ligt er nog één. Ook die zijn uit het designpapier uitgestanst. En bij deze heb ik van de Another Love collectie van Studio Light, heb ik dit leuke malletje nog eventjes weer gebruikt. Die heb ik er dus opgeplakt en daarna uitgestanst. Nu wil ik alleen even een klein stukje lila daar nog achter gaan doen. Want dat vind ik net wat leuker voor het contrast. Dat had ik nog niet gedaan. Ik heb hier wel een klein restantje.
Nou, hoe doe ik dat? Gewoon even een klein afvalstukje pakken en dat plak je erachter. Want dan heb je gewoon net even wat meer contrast. Ik vond dat met dat, alleen dat witte, vond ik het net niet genoeg opvallen, zeg maar. Dus deze gaat hier overheen. Kijk, zie je, dit is gewoon net wat leuker, vind ik. Ik hoop dat jullie het ook leuker vinden. En anders hebben jullie gewoon een pech gehad. Oh, ik zie je. Ik ga eventjes weer de live opnieuw aanzetten. Want ik zie dat, dat er twee dames weer helemaal vasthangen in mijn live. Dat zijn Rini Juliger en Gea Waanders. Of Gerda Waanders. En ik zie alleen maar jullie reactie. Of alleen maar dat jullie aan het kijken zijn. En verder helemaal niks, geen reacties. En dat is voor mij niet heel handig. Dan kan ik niet zien of er nog echt hobbyvragen zijn. Nou ja, wellicht zullen er niet heel veel vragen zijn, want zo heel moeilijk is dit niet. Maar even kijken, die weg en eventjes opnieuw openen. Ik zie ook geen reacties. Ja, nu zie ik wel weer even de reacties, dus ik hoop dat het nu weer even goed gaat. Nou, ook dit ga ik allemaal gewoon vastplakken. Dit is gewoon, ja, stanswerk, plakwerk, meer is het eigenlijk niet. En je kijkt gewoon zelf even binnen het designpapier, binnen het peperpadje van nou, welke stukjes passen leuk bij elkaar. Ik heb hier van tevoren dus de randjes weer even bewerkt met de peperdistresser en met een beetje gesso. Kijk, bij deze is dat ook wel goed te zien dat er gewoon een beetje gesso overheen zit. Hoeft niet eens veel te zijn, maar bij mij gaat het gewoon echt even om het resultaat. Ik vind dat zelf ontzettend leuk. Even kijken, die stickertjes die plak ik daar even. Ik had nog een stukje voor hier onderaan. Ja, Rini, dat had ik inderdaad in de gaten dat je meekeek. Nee, dat is, ik weet niet wat dat is. Dat is sinds een tijdje heeft... Is dat iets met Facebook? Dat als ik ja, dan kijk, zeg maar, dan zie je constant van één persoon dat hij blijft kijken of dat hij gaat kijken. En nu waren dat ja, Gerda Waanders en Rini Juliger. Maar ik heb het ook een hele tijd gehad met Sylvia de Bruin. En er zijn wel andere mensen. Ook elke keer dat het er gewoon op blijft. En dat, ja. Is niks aan te doen, maar het is gewoon vervelend soms. Want dan mis ik andere reacties. Kijk, de steppenkaart die blijft gewoon zo staan. Dus dit is in principe de basis van je kaart. En dan kan je gaan aankleden. Nou, jullie weten wel, Janine houdt van allerlei extra frutsels en standjes. Nou, ik had bedacht om er nog leuke witte standjes aan de zijkant naast te gaan doen. Waar zijn die standjes van? Nou, vanmiddag heb ik een Janine's Mindful Art middag. En ik heb dus deze stansmal gebruikt. Bij ons is die niet meer verkrijgbaar. Kan zijn dat een andere hobbywinkel hem nog wel heeft. Deze is uit de collectie, maar ik had zoiets van, er zijn nog genoeg mensen die hem gekocht hebben. Want anders waren ze ook niet allemaal uitverkocht. En die willen ook vast wel wat inspiratie er nog mee. Het artikelnummer is stencil JMA06. Die heb ik gebruikt. Die heb ik dus in stukjes geknipt. Normaal gesproken is dit één lange border. Maar die heb ik dus even in tweeën geknipt. En die border die plak ik langs de randjes. Dus één hierachter. En één aan de buitenste kant. Oh, ik zie Willy Bulten, die gebruikt ze heel veel. Nou, ik ben blij om te lezen dat je ze veel gebruikt. Ja, het zijn gewoon mooie, fijne, gedetailleerde
standjes. Een beetje in de Janine-stijl, zeg maar. Kijk, ik plak gewoon dat strookje aan de achterkant vast. Dus dat gaat heel makkelijk. Kijk, als je zo'n beetje voorwerk doet, dan heb je ook in korte tijd je creatie zo klaar. Nou, papier kennen jullie wellicht allemaal wel. En ik heb ook zoiets van, het hoeft niet altijd nieuw te zijn wat wij live laten zien. Ook oudere producten wil ik gewoon ook weer terug in de spotlight gaan zetten. Want we hebben zoveel liggen en anders blijven we alleen maar met nieuw bezig. Het geeft mij eerlijk gezegd zelf ook een beetje stress en daar heb ik geen zin meer in. Ik had ook nog een heel leuk dit vaandeltje, zeg maar. Komt ook van dit setje van Another Love Story. En dit set is SL-ALS-CD02. En die wilde ik hier bovenaan ter decoratie nog gaan plakken. Oh, heel Pauw kijkt gezellig mee op de camping. Dat is nu wel heerlijk genieten op de camping. Nou ja, als het tenminste nu droog is, hè. Ik weet niet wat het weer bij jullie doet. Ik heb ook nog een filmstrip uitgestanst. Die filmstrip, wij hebben er nog één in de winkel op voorraad op dit moment. En dat is dan ook het laatste, want die is uit de collectie en kunnen wij niet meer bijbestellen. Dan heb ik de hele leuke kleine doily heb ik nog. Die is er nog wel en dat is, als ik hem kan vinden, niet zo snel. Ja. Dat is deze mal. Dat is de stencil JMA 10. Die heb ik nog wel. Nou, als je geen reacties kan lezen, zou je even een keer de live aan en uit moeten doen. Ik heb gemerkt, bij mij werkte dat net wel. Misschien werkt dat voor jullie ook. Je zou het even kunnen proberen. Nou, uit het die-cut boekje heb ik even allerlei die-cuts uitgestanst. Of uitgestanst, nee, uitgehaald. En die bloemetjes vind ik leuker als ik ze een klein beetje kan vormen. Dus die knip ik iets in. Dus die blaadjes ga ik even een beetje bijknippen. En dan kan je ze eventueel met een bolpen kan je er nog overheen gaan. Of je kan het een beetje met je vingers bol gaan maken. Net wat jij zelf leuk vindt. Die wil ik daar nog gaan doen. Dan had ik nog een leuk labeltje. Komt ook allemaal uit dat Mindful Art setje. Ik ga even kijken of ik een stukje touw nog heb in de goede kleur. Helaas geen lila. Die groen vind ik niet mooi. Nou, dan doen we er gewoon wit aan. Even kijken. Daar kunnen we natuurlijk wel even een eyeletje bij doen. Heb al 3 keer opnieuw opgestart, maar dat helpt niet echt. Ja, dan houdt het helaas eventjes op. Een eyeletje kunnen we doen, maar we kunnen ook een leuke reinforcer erop doen in een lila kleurtje. Als ik die tenminste in een, even kijken, ga ik dat bloemetje doen. Ga ik die even snel uitstansen. Ik heb er maar 1 nodig. Aangezien het gewoon weer een spontane knutselmiddag is, doe ik dus gewoon weer van alles en nog wat. Of spontaan. Ik heb het natuurlijk wel voorbereid, maar dit soort uitzendingen dan doe ik tussendoor gewoon ter plekke extra decoraties. Dit is trouwens een setje van Elisabeth Craft Design voor degene die ze niet kennen.
Dit is het tweede setje met reinforcers. Maar in principe, reinforcers kun je overal vinden. Ach, weet je, ze zitten nog erin. Dat is ook niet handig. Ik had er wat plaksel achter kunnen doen. Was misschien handiger geweest. Heb ik niet gedaan. Helaas. Kijk, dat maakt het wel weer eventjes af, vind ik. Beetje gesso. Nou, een beetje. Dat was iets te veel. Gelukkig heb ik er twee. Ga ik ook gelijk even deze blaadjes al voorzien van wat gesso. Want die heb ik er later bij bedacht. Ja, dat zou inderdaad misschien ook wel... Het probleem kunnen zijn, Sylvia, dat Facebook eventjes controleert of alles hier wel helemaal pluis is. Nee, het zal vast goed zijn. Kijk, reinforcen er overheen en dan gaan we er een wit touwtje aan maken. Ik heb weer het bekende touw van CC Hobby. Dat vind ik gewoon echt een heel leuk setje met ja, leuke lichte kleurtjes. Volgens mij heb ik het al wel gelinkt in de webwinkel, zo niet. Dan doe ik dat later nog eventjes. Klein touwtje eraan. Ik ga ondertussen even mijn lijmpistool aanslingeren. Dan kan die alvast warm worden. Dan kunnen we zo meteen ook lekker aan het plakken. Want dit gaat wel zo ongeveer de opzet worden. Ik had nog wat blaadjes uitgestanst. En die komt weer van een setje van de... zal ik zo even laten zien. Ook een JMA stansje. Ik had nog het leuke kippengaas weer. Ja, jullie zien dat kippengaas nu elke keer voorbij komen. Ik vind het zo ontzettend leuk om te verwerken. Die ga ik hier nog weer op de achtergrond plakken. En dan ga ik een klein gedeelte ook hier achter mijn labeltje vandaan laten schieten. Zo ga ik dat doen. Deze kan in ieder geval opgeplakt worden. Die drukken we daar neer. Nou, dit kippengaas gewoon even overal. Of, ja, honingraadje is het eigenlijk, hè? Ik met mijn kippengaas. Gewoon af en toe even een drupje lijm en dan lekker vastplakken. Deze gaat daar komen. Nou, aangezien die gewoon lekker losjes mag blijven zitten, doe ik er een drupje lijm onder. Even aanduwen en het gaat wel vastzitten. En ook deze filmstrip mag van mij weer lekker losjes blijven. Dus die plak ik alleen in het midden eventjes vast. En dan komt daar straks mijn bloementoefje weer overheen. Dit ging. Gewoon blijkbaar is het belangrijk, maar ja goed, ik heb geen tijd. Even kijken, ik heb een... een beetje flosdraad. En dat flosdraad wil ik nog onder mijn bloemetje gaan doen. Dus dat is gewoon van het bekende flosdraad voor je tanden. Maar het geeft wel ontzettend leuk effect. En die ga ik hierbij doen. Nou, dit ga ik gewoon opplakken. Dit ga ik met mijn lijmpistool vastplakken. Dat vind ik het makkelijkste. Dan zit het gelijk goed vast. In eerste instantie had ik er ook wat sisal onder willen doen. Maar ik denk toch niet dat ik dat ga doen. Deze keer even een keer een creatie zonder sisal. Komt hier in het midden. Nou, zoals ik al zei, dit komt gewoon allemaal uit mijn die-cut boekjes. Dus het is allemaal pakken en plakken. Je hoeft niet eens te knippen. Dat is soms ook wel eens makkelijk.
Nou, er zitten gewoon hele leuke bloemetjes bij en allerlei andere elementen. Er zitten ook wel leuke tickets bij. Misschien dat we die straks ook nog ergens achter schuiven. Maar het ligt er even aan als ik straks mijn creatie klaar heb, hoe ik hem er dan uit vind zien. Hier heb ik nog wat blaadjes en die blaadjes die wilde ik dus onder dit bloemetje gaan doen. Dan doe ik eerst een klein drupje lijm hierop, dat ik mijn touwtje daarop kan doen. Dan komt daar mijn bloemetje weer overheen. Kijk, dit is gewoon ja, een beetje van dat fluffy touwtje. Ik vind dat wel erg leuk. Dus we hoeven niet meer alleen onze tanden ermee te flossen. We kunnen het ook lekker verwerken op onze creaties. Nu ga ik deze blaadjes, die komen ook uit het die-cut boekje, hier onderaan plakken. En die andere blaadjes, die wat dus uitgestand zijn, die wil ik toch eigenlijk hier bovenaan nog. Ik wil hier nog ook nog iets groens erbij hebben. Gewoon voor het contrast. Die steek ik hier zo een beetje achter. Volgens mij is dat wel heel leuk. Die gaan we ook doen. Die gaan we ook gewoon vastplakken. Dus die steken we hier weer een beetje achter. Zo. Over het filmstripje. En ik had nog een heel leuk transparant vlindertje. En die gaan we hier overheen doen. Ja, Willy Bulten, je mag de kaart namaken. Je hoeft er zelfs niet eens bij te zetten dat ik hem live heb gemaakt. Ik wil daar liever verder ook niet over uitweiden. Het bezorgt mij heel veel stress, maar er is momenteel zoveel haat en nijd en eerzucht. En laat het erop houden dat ik mijn buik er vol van heb en dat ik zoiets heb van laten we toch gewoon allemaal lekker creatief zijn en niet zo fitten op elkaar. Dus ja, jullie mogen mijn creatie met alle liefde namaken. Anders moet ik ook geen dingen online gaan zetten. Alles wat jij niet wilt, wat niet nagemaakt gaat worden, zet het niet online. Want je kunt er geheid van op aan dat iemand het na gaat maken. En dat is ook het enigste wat ik erover wil uitweiden. En verder gaan we lekker aan de hobby en creatief zijn. Ik heb trouwens, ik ben bezig met die vlindertjes van Tim Holtz. Nu moet ik wel erbij zeggen, ik heb de helemaal transparante vlindertjes. In het begin waren die helemaal transparant. En als je ze nu koopt, hebben ze dus ook iets een kleurtje. Dus deze helemaal transparante kan ik jullie niet meer aan helpen, helaas. Maar goed, ik had ze liggen. En ik wil ze toch gaan gebruiken. Oh, de airco staat hier niet aan. Wie van de collega's is daar? Zou jij de airco misschien aan willen zetten en de deur hier iets open willen doen? Het is hier bloedheet. Ja, hè? Eventjes iets verlichting gevraagd. Want, oh, het is hier ontzettend warm. Ik begin echt pintjes te zweten, zeg maar. Nou, zo zie ik het dus ook, Rini. Het is gewoon een compliment als mensen je creaties namaken. En weet je, niemand heeft het ei van Columbus uitgevonden. Er is niks nieuws onder de zon. Alles komt gewoon weer elke keer terug. En laten we gewoon plezier erin hebben. Ik ben zelf ook gewoon heel weinig op social media om zo min mogelijk ook ideetjes van anderen te zien. Ik wil het gewoon niet meer zien, want je gaat ongemerkt, ga je toch een beetje dingen, ja,
overnemen. En het bezorgt mij te veel prikkels. Ik wil daar niet meer. Even een stukje zelfbescherming. En ook gewoon tijdgebrek en dat soort dingen. Kijk, ik heb hier nog een klein stickertje gedaan. Het leuke van de Mindful stickerboekjes. Daar zitten ook hele leuke kleine stickertjes in. Dus kleine tekstjes. En die kun je er ook weer op verwerken. Ik ga eventjes daarvoor een witte gelpen pakken. En ga ik eventjes weer wat lijntjes trekken. En ik denk dat ik er nog even een paar kleine pailletjes op ga doen ter decoratie. Ik heb hele leuke pailletjes namelijk. En ik werk er veel te weinig mee. Ik ga even kijken of dit het goede kleurtje is. Even spieken. Even spieken. Nou, ik wil die paarse hebben. Kijk, dat is niet extreem opvallend, maar het is wel leuk. Nou, dit is zo statisch vandaag. Ga die doen. En die ga ik ook hier onderaan nog even twee doen. En dan plak ik mijn filmstripje iets vast. Deze zijn trouwens van Picked Fans. Dat zijn ontzettend leuke sequins. Ik vind ze in ieder geval super leuk, die doosjes. Ook dat gebruik ik eigenlijk te weinig. Nou, hoe plak ik dit heel makkelijk vast? Ik wil er hier een hebben, dus ik doe even een drupje lijm. Ik pak mijn pailletje op en ik druk hem erop. Komt er een bij naast. Die plakken we daar vast. En hier bovenaan doen we dat ook even. Gewoon even een klein drupje lijm en dan plak je deze erin. Nou, nu kun je nog zeggen van nu doen we daar nog een leuk wit pareltje in. Ik denk dat ik dat doe. Ik heb nog hele leuke kleine witte pareltjes. Even kijken of dat past hoor. Nee, dat wordt te groot. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Wat kan er dan in? Wat kan er dan in? Oh, die komen eigenlijk straks bij mijn volgende creatie aan bod. Maar ik kan ze nu al wel vast even pakken. Dit zijn mini prils. Dat zijn eigenlijk hele leuke kleine schattige pareltjes om in het midden van een bloemetje te doen. Maar die zijn ook heel schattig in het midden van mijn pailletje. Kun je ook doen met de mini foam balls van Cadence. Alleen deze zijn er in verschillende maatjes. Oh nou, weet je wat we ook kunnen doen? Die mini prils. Mini prils zijn ontzettend leuk om in hartjes van bloemen te doen. Vaak van zelfgemaakte bloemetjes. Maar waarom doen we het ook niet gewoon in deze? Dus in het hartje van het bloemetje een drupje lijm. Ik pak er even een bakje bij, zodat ik mijn prils kan opvangen. De overige dan. Kijk, en zo blijven in het midden van het hartje van die leuke kleine prils over. Dat zijn echt kleine mini pareltjes in verschillende formaten. Hierin zitten ook verschillende soorten. Ik heb de kleur mini gebruikt en mini is een witte.
We hebben er niet heel veel. Zeg ik er eerlijk bij. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zo. Dat is kaart 1. Nou, ik ben zelf wel heel tevreden. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Dit is dus met de Shape Art Mal van Studio Light. En verder allerlei producten uit de Janine's Mindful Art collectie. En daarbij wat kippengaas van de Another Love collectie. En dan gaan we nu gewoon even lekker verder met het tweede kaartje. Maar dan ga ik eerst even een slokje thee nemen, want anders is die koud. Ja, Agnes, als je nu binnenstroomt, dan heb je inderdaad de helft gemist. Want ik ben inderdaad precies op de helft, want ik ga nu met kaart 2 beginnen. Nou, kaart 2 wordt totaal anders. En voor kaart 2 heb ik allerlei, deze hoort er niet bij, allerlei frutsels bij elkaar gezocht. Nou, wat ga ik hierbij maken? Hierbij ga ik een kaart maken met Mika. En ook daarbij ben ik gewoon geïnspireerd door anderen. Dat is heel eerlijk, het stond al langer op mijn lijstje. En ik had nu zoiets van, weet je, ik ga er ook gewoon aan beginnen, waarom ook niet. Dus nee, het idee is niet van mijzelf. Maar wie er als allereerste mee begonnen is, weet ik ook niet. Dus diegene krijgt alle credits. Wat is de bedoeling? Ik heb dit allemaal liggen. Nou, het is allemaal stanswerk. Het is designpapier. Het zijn die-cuts. Het is een halve mandala. En het is een kaart van 15 bij 15 centimeter. Dit is een witte basis van 15 bij 15 centimeter. Daarop heb ik de halve doily mandala uit de JMA collectie. Dat is de stencil JMA 13. Dat is een no-end mal, dus die blijft altijd aan je papier hangen. En wat heb ik gedaan? Ik heb hem ongeveer een centimeter verder gedaan. Heb ik een strookje van 1 centimeter nog weer gerild. Nu bedacht ik me net, voordat ik live ging, nog even iets anders. Dat ik hier een leuk glitterrandje wilde gaan maken. Dus dat ga ik zo eerst doen. Dan ga ik straks nog even kijken of ik het voor elkaar krijg om met structuurpasta hier ook nog wat op te doen. Of dat ik die tijd, dat me dat niet gaat lukken. Dus dat is nog eventjes de hamvraag. Dus de basis is wit 15 bij 15. Daarop heb ik designpapier van 14,5 bij 14,5. Nee, nou, wacht even. Ik moet even toch een andere volgorde doen. Want deze wil ik daar straks eerst opplakken en dan mijn designpapier. Maar dan moet ik eerst mijn andere truc uit gaan proberen. Nou, of het leuk wordt, dat is de question. Wat bedacht ik namelijk? Wij hebben nieuw score tape van Elisabeth Craft Design. En dat schijnt heel fijn te zijn met glitters. Het is ook net ietsjes dunner. En het zou ook ontzettend mooi moeten stansen. Dus dat plaktape is trouwens na de live maar even terugbellen. Dit scoretape is er in bij ons in 4 verschillende maten. We hebben het ook op velletjes van A4 en velletjes van 15 bij 15 centimeter. Nou, wat wil ik deze keer gaan doen? Ik heb er nu dus een strookje van, dit is de 6 millimeter gepakt. Ik heb de
glitters van Lavinia erbij gepakt. En die leek me wel heel erg tof. Om hier boven langs te doen als een soort washi tape laagje. Kijk eens. Dit is toch wel heel erg tof. Dit ga ik er eventjes goed in wrijven. Zodat mijn glittertjes ook goed de plaklaag te pakken krijgen. En het is wel erg leuk. Kijk eens. Overige glittertjes gaan maar eventjes op de grond. Kijk, oh, dit is wel een heel leuk kleurtje. Nou, zo hebben we daar bovenaan dus ook gelijk decoratie. Heb ik gedaan met de Eco Glitters en dan de kleur Fairy Tales. Nu ga ik deze hier bovenaan vastplakken. Dus op die 1 centimeter rilstrook. Ik heb deze bewust niet aan de kaart gelaten. Want in principe zou je het wel in één keer door je stansmachine kunnen halen. Maar ik merk dat als je de mal over de lengte zo horizontaal door de machine doet, dat hij wat moeite heeft met stansen. En dat komt omdat hij dan in één keer een heel breed stuk moet pakken. En daardoor ga ik eigenlijk altijd eerst... Of werk ik liever met zo'n plakstrookje. En dat kun je straks prima aan de achterkant weer verwerken met een leuk designpapiertje eroverheen. Geen mens die het straks nog ziet. Mijn designpapiertje plak ik hier weer overheen. En ik heb nog mica. Nou, dat zit nu ondertussen onder de glitters een beetje. En dat mica, dat ga ik hier achter plakken. En dan zit mijn doily gewoon een beetje losjes op dat mica. Ik vind dat niet erg. Vind je het storend, zou je ook van dat dubbelzijdige tape eerst met, ja, onder je stansmal kunnen doen, zodat hij er vast op zit. Of je zou her en der even een drupje lijm kunnen doen. Dat kan ook nog. Nou, aangezien deze ontzettend goed plakt, wat ik net merk, ga ik die hier ook gewoon achter doen. Dan weet ik zeker dat mijn mica ook goed vast zit. Wel even zorgen dat ik mijn mica dan ook gelijk helemaal recht plak. Kijk, zo hebben we dus al een staande kaart met mica. Nou, het begin is er. Het wordt al leuk, maar we zijn er nog niet. Ook bij deze wilde ik die leuke rand gebruiken, zeg maar. Die komt hier weer bij naast, zodat er wel een beetje een Janine touch nog weer aan zit. Oh, ik ga even een slokje water pakken. Het is hier echt bloedheet aan het worden in mijn kantoortje. Dat had ik niet verwacht. Afgelopen week stond de airco lekker aan. En toen was het hier lekker koeler in mijn kantoor. Maar vanmiddag is het vrij warm. Of ik heb gewoon last van opvliegers. Kan ook nog. Nee, gelukkig hebben we daar nog geen last van. Nou, kijk, het wordt toch al leuk. Ja, lijmvel van Joy kan inderdaad ook, maar dan heb je wel van die lijmdotjes overal zitten, denk ik. Ik denk dat dat nieuwe tape van Elisabeth Craft net wat prettiger werkt. Maar goed, dat is even testen.
Deze komt daar straks overheen. Nu heb ik nog wat anders. Want hier onderaan wil ik eigenlijk nog een leuke versiering hebben. Nu dacht ik. Ik heb washi tape. Uit de JMA collectie. Ik haal deze er gewoon eventjes weer af. Ik heb een strookje designpapier gepakt. Komt ook uit de JMA collectie. En ik heb een stansmalletje. Die is van Elisabeth Craft Design. En dat is dit leuke stansmalletje. Dat is deze. Dat is een no-end border. En dat is nummer 1851 My Edges. Uit de Art Specials collectie. Die heb ik nog niet gelinkt. Ga ik nog eventjes doen. Die vond ik hier wel heel leuk bij. Ik denk ik kan mijn eigen filmstrip doen. Maar dat past gewoon niet bij de border. En ik miste onderaan gewoon net iets. Ik denk we gaan het zo doen. Die tekst plak ik hierop. Die gaat hier onderaan komen. Nou, dit plak ik gewoon met lijm vast. En ik zal straks ook laten zien waarom dat niet uitmaakt. Want ik ga straks aan de achterkant gewoon hetzelfde stukje designpapier, tenminste hetzelfde formaat designpapier, ook gewoon weer plakken, zodat je het gewoon netjes weggewerkt hebt. Even kijken. Zorgen dat hij onderaan gelijk loopt. Even goed aandrukken dat de lijn pakt. Even kijken of ik mijn andere strookje zo snel kan vinden. Nee, ik zie hem zo niet in de gauwigheid. Nou, zoek ik straks wel eventjes op. Die komt wel weer boven water. Het washi tape komt ook uit de JMA collectie. En daar hebben we twee verschillende setjes van. Dus daar zit ook gewoon ik zal hem even laten zien. Dit is met wat effen kleurtjes, maar die vond ik qua kleur net niet helemaal uitkomen bij deze kaart. Nou, die Boeddha die past niet omdat hij over de lengte moet. Deze witte vond ik niet zo mooi uitkomen. Deze tekst zou kunnen. Maar de tekst uit deze kwam beter uit. Dus vandaar dat ik die ga pakken. Dus ook hierin zitten nog weer vier leuke setjes. Even kijken. En deze ga ik gebruiken. Ik ga even weer de live eruit gooien. Want ik zie weer allerlei mensen vasthangen. En dan zie ik geen reacties van jullie. De tekst. Je gaat gewoon even kijken welk gedeelte je wilt pakken. Kijk, dit past precies. Dus die gaan we erop plakken. Zo. Nou, dat andere gedeelte, dat bewaren we gewoon. Want dat kunnen we natuurlijk wel weer ergens anders voor gaan gebruiken. Kijk, hier zie ik mijn andere strookje wel. Die ga ik gewoon aan de achterkant hier weer overheen plakken. Dus dan zie je nooit dat hier dat stukje lijm heeft gezeten. En hier kan ik ook gewoon een klein stukje, ja, of washi tape of iets anders overheen plakken. Dus op die manier kan je altijd je... Ja, hoe zal ik het zeggen? Noemen we het foutjes? Nee, het zijn geen foutjes. Ja, hoe ga je deze nou opplakken? Want in principe als je de kaart zo hebt, hoort de tekst zo. Nou, ik doe hem gewoon zo. Nou, hier regent het ondertussen lekker. Wat gaan we verder doen met de decoratie van deze kaart? In ieder geval wilde ik deze er overheen hebben. Dat is een... Ik krijg steeds stuur een deelname aan de uitzending van Janine. Oh,
Nou, geen idee wat dat precies is. Dit komt ook weer uit mijn die-cut boekje. En wat ik daarbij wilde gaan gebruiken, zijn wat leuke stansjes. Diegenen die ook lid zijn van mijn Janine's Mindful Art groep. Deze maand is er een nieuw product van de maand. En dat is dus deze leuke stansmal van die blaadjes. Dat is deze. En als je met dit setje iets gaat maken, dus heel de maand juni loopt die challenge nog, maak je kans op een leuk prijsje van JMA. Dus doe gewoon gezellig mee. Ik heb wat vlinders nog erbij. Die vlinders die komen weer van een ander setje af. Ja, om het gewoon even makkelijk te maken en gewoon om niet te veel verschillende producten te gebruiken, heb ik gewoon van alles en nog wat. Maar waar heb ik dat setje? Nou, die kan ik helaas eventjes niet zo heel snel laten zien. Hij komt vast straks weer tevoorschijn. Ik ga de bloemetjes eventjes iets opbollen. Ik gebruik daarvoor een opbolsetje van Marianne Design. Die moet ik eventjes uit de verpakking halen. Want dat miste ik hier in mijn kantoortje nog. Die heb ik net nog even snel gepakt. Zo, eventjes inwijden. En dan gaan we in de bloemetjes straks ook van die leuke prils doen. Nou, die bloemetjes gewoon eventjes met een opbolpennetje eroverheen. Even kijken, ik ga deze even gebruiken. Ze hoeven niet te veel opgebold te worden. Deze keer ga ik gewoon even voor de, ja, hoe zal ik het zeggen, de iets simpelere bloemetjes. Hiermee kun je allerlei soorten bloemen weer maken. Je kan ze in verschillende kleurtjes doen. Ik heb ze uit designpapier uitgestanst. Je kan het uit cardstock doen. Je kan ze zelf op kleur brengen met een inktje. Maar ja goed, daar heb ik in deze uitzending gewoon echt geen tijd voor. Dat gaat niet lukken. Dan had ik geen twee kaarten kunnen maken. Even kijken. Ik ga deze keer gewoon echt voor de Speedy Gonzales bloemen. Dus die komt daar in het midden. Die komt daar in het midden. En hoeveel er straks op mijn creatie komen, dat moet ik ook nog eventjes bekijken. Deze had ik niet zo ver voorbereid als die andere. Ik wist ook niet zeker of deze haalbaar zou zijn. Kijk, even ietsjes naar beneden duwen. Dan zit het er lekker strak in. Nou, nog twee bloemetjes. Kijk, zo heb je in no time, kan je ook gewoon je eigen papieren bloemetjes maken. Het hoeft niet altijd hele uitgebreide bloemetjes te zijn. Tenminste, vind ik. Het gaat ook een beetje om het idee, hè. Er moet gewoon een leuke bloementoef komen daarbovenaan. Ik ga weer even mijn bakje erbij pakken. En ik ga hier weer een dot lijm in het midden overal doen. Zodat ik bij alle bloemetjes van die leuke prils erin kan doen. Ik denk dat ik die wel veel zal gebruiken, die prils. Zeker die witte. En ik denk dat je die zelf ook nog wel op kleur kan brengen met het een of het ander. Dat heb ik dus nog niet geprobeerd. Kijk, maar het is gewoon echt leuk spul, die prils. De groep heet de Janine's Mindful Art Collectie. Inspiration Group. En je kunt daar gewoon lid worden. Je hoeft zelfs niet eens lid daarvan voor te zijn voor deze actie.
Alleen wat je dan moet doen is hashtag JMA product of the month gebruiken. En dan doe je al mee. Dus het kan ook op Instagram, op ja, allerlei Facebookgroepen. Mag ook gewoon in onze Hobby Vision Facebookgroep. Als jij maar die hashtag gebruikt. Leukst is natuurlijk als jij ook ja, lid bent in onze groep en daar de creaties ook deelt. Maar het is geen verplichting. Je mag het ook gewoon in de groep van Studio Light delen. Ook dat is geen enkel probleem. Wij zoeken het gewoon op hashtag en dan vinden wij vanzelf een winnaar. Daar zijn we afgelopen maand mee begonnen en het is wel ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ik vind, ja, ik zou het echt leuk vinden als jullie daar ook lid worden in die groep en daar ook je creaties showen. Maar let dan wel op welke creaties met de JMA-lijn, want het is echt een JMA-groep. Dus ik zal de link nog wel eventjes in de Hobby Vision groep waar ik nu live ben, zal ik hem nog wel even gaan posten. Dan kunnen jullie zelf bepalen of jullie lid willen worden of niet. Deze takjes, of deze tak, die heb ik uitgestanst uit het... dat was niet de bedoeling. Uit dit paperpad. En dat is de Christmas Color. Daar zit hele leuke groene papiertjes in. Die dus weer perfect bij passen. Dus die heb ik erbij gebruikt. Even kijken. Nee, deze mini pril staan nog niet gelinkt. Nou, even mijn snoer recht doen. Want anders dan valt mijn... lijnpistool en dat is niet de bedoeling. Die mini prils die zal ik nog eventjes na de live linken. Ik weet niet of het gelijk na de live lukt, want meestal moet ik dan eerst naar huis eten, koken en rusten. Maar anders komt het sowieso vanavond eventjes. Ik doe mijn best zo snel mogelijk, maar jullie zien het wel. Het artikelnummer is ANC803. Even kijken. Deze wil ik sowieso hier hebben. Dus die ga ik alvast vastplakken. Deze wil ik hier hebben. Die gaat ook vast. Vast is vast, zeggen ze altijd. Nou, en weet je, die mini prils, die zou je ook nog hier in het hartje van de vlinder kunnen doen, als je dat leuk vindt. De opbouw van onze bloementoef. Ik ga even kijken, ik ga een paar van die bloemetjes zo doen. Ik had nog wat blaadjes. Die kunnen hier nog weer bij achter. Misschien dat ik er nog een leuk strikje bij doe. Een leuk wit strikje of zo. Ik ga eens even kijken. Ik kan ook een wit touwtje gaan strikken. Of een wit lintje. Ik ga eens even kijken wat leuker is. Denk haast een wit touwtje. Dat is niet zo heel erg overheersend. Nou, die leuke doily wat ik eronder heb zitten, die zie je al helemaal niet meer terug. Dat is een beetje jammer. Ga even kijken of ik daar nog iets aan kan veranderen. Of ik doe het strikje daar. Nee. Strikje komt hieronder. Nou, dat geldboompje, dat zoek ik zelf ook eigenlijk nog wel. Dus ik ben bang dat die bij mij ook niet te koop zal zijn, Margriet. Helaas een beetje uitverkocht.
Ik ga het gewoon een klein beetje schuin doen. Dus ik ga deze hier vastplakken. Oh, ik heb het echt zo warm, dames. Dat het gewoon volgens mij een beetje mijn inspiratie ook begint aan te tasten. Een paar leuke bloemetjes erbij. Die bloemetjes die plak je ook gewoon over elkaar heen. Die komt hier. Okay, dus ik maak er gewoon een beetje van die opstaande bloemetjes van. En dan komt dit takje er nog weer achter. Nou, heb ik voor jullie ook gelijk weer wat inspiratie voor die nieuwe challenge of die nieuwe wedstrijd bij de JMA. Dus doe gezellig mee, zou ik zeggen. Dus je kunt die tak, die kun je naar boven laten hangen. Je kunt hem naar beneden doen, net wat je zelf leuk vindt. Ook hier ga ik zo nog even een paar leuke pailletjes bij doen. Ja, die komt daar ook nog. Heb ik hier nog een leuk blaadje. Dat blaadje mag hier nog weer achter. En dan ga ik even kijken of er nog meer bij moet of dat we hem zo laten. Nou, ik heb nog één klein bloemetje over, maar die heeft pech gehad. Kijk, je moet hem ook nog zo zien, hè. Hij is dus eigenlijk gewoon zo open. Ik moet hier nog even met mijn gelpen over mijn tekstje. Gewoon lichtjes een beetje een randje. Ik vind dat zelf altijd wel leuk staan. De ene keer wat meer scribbles, de andere keer niet. Even kijken. Een paar pailletjes misschien. Ik ga even spieken. Pailletjes. Dan zal ik zo de kaart eventjes nog goed in beeld laten zien. Even kijken. Misschien is het wel leuk. Om hier onderaan, precies op elk. Oh, dat is een monnikenwerk. Maar het is wel leuk. Hoop ik. Maar ik ga op elk van die filmstripjes. Ik zal het even iets hoger doen. Precies in het midden. Zo'n leuk pailletje doen. Ik zal zo even kijken welke kleur van pailletjes dit is. Want deze past wel precies bij de JMA collectie. En deze zijn dus van het merk Picked Fence. Je zou er ook gewoon een klein wit plakpareltje nog in het midden kunnen doen. Of met de Nuvo Drops zou je ook nog weer een klein wit pareltje kunnen doen. Mogelijkheden genoeg. Oh, dit is toch leuk. Deze blijft even niet plakken. Kijk eens. Kijk, zo heb je toch weer net even een extra finishing touch. Nou, ik vind hem zelf wel ontzettend leuk geworden, moet ik zeggen. Dus hier heb je wat papieren bloemetjes. Oh, wacht, hier kan ik dat laatste bloemetje. Ik heb nog één bloemetje over. Doe ik dat? Nee, vind ik toch te veel worden. Niet doen, Janine. Less is more. Ik ga hier nog even drie kleine plakpareltjes in doen. Wat witte plakpareltjes. Ga ik ook in die pailletjes nog even doen. En verder laat ik hem gewoon zo. Kijk, dan doosje dicht. Want anders gaat dat allemaal geheid over de kop. Dit is de kleur Mermaid Water. En de kleur of nummer is
SQ-108. En ja, daar heb ik dit dus mee gemaakt. Ik vind hem zelf wel echt ja, leuk geworden. Een keer wat anders. Dus aan de binnenkant heb je dit ook gewoon weer netjes weggewerkt. Dit kun je gewoon even laten. Want het heeft voor mij nu geen meerwaarde om hier nog weer met structuurpasta op te gaan. Want je ziet daar toch niks over. Niks van als je hem zo neerzet. En ja. Ik vind hem gewoon af. Laat ik zo zeggen. Nou, dat zijn dus mijn twee creaties van vanmiddag. Met Studio Light spulletjes. JMA collectie spulletjes. Ik ben weer lekker creatief geweest. Voor mij is het nu helaas even geen weer om hem nog op de foto te zetten. Dat probeer ik morgen even. Want ik moet ook de creaties van afgelopen week nog op de foto zetten. Het komt allemaal nog. Voor nu wens ik jullie allemaal alvast een hele fijne avond. Morgenavond is Tietz weer live. En mocht het mij lukken, ben ik er zaterdag nog even weer. Wat ik doe, misschien een showtime of iets knutselen of hoe of wat. Of er is geen live of heel misschien Jeanette nog. We shall see. Voor nu allemaal hartstikke bedankt weer voor de gezelligheid. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!